maken. Met Satou. Bal buiten in het voordeel van Anderlecht. Nipt voor Messatou, maar hij haalt het. Binnenhouden was dan te veel gesvuld. Pasveer net op tijd door de neus van Amouzou. Kare te vergeefs, Messatou. Krijgt wat help van Kanaï Nashimeru. Weer Labiat met de voorzet. Even vasthouden aan het shirt van Aller. Maar de actie gaat gewoon verder. Magayan en Baas. Deze keer een minder echt aan de bal gezien hebben. Yari Bouchard. Keertje vrij te krijgen. Een vrije baan te geven. Met de voorzet van op links die niet eens zo onaardig was van Ait El Hadj. Bouchard kan er niet bij. Messatou pikt op de rechterflank. Baas opnieuw. Dat is een slordige pass van de youngster. Messatou is Jensen. En dan hier is Kudus. Kudus goed die bal onder controle gekregen, goed getemd. Daar ziet hij dan de ruimte, juist geïdentificeerd, maar de pass nog maar aan het begin van hun eigenlijke voorbereiding. Dit is wel goed van Messatou. En dan is duidelijk professionele overtreding. En hier zijn mogelijkheden voor Nael Messatou. Messatou in de 16. Staric in de 16. Overstapje. Staric zoekend naar een killer pass. Naar een voorzet. Daar is hij Messatou. Voordat Anderlecht dan goed en wel zijn evenwicht heeft hervonden. 21-jarige Deen. Messatou. Raakt hij weg van Tadic? Nee, die komt hem even. Goeie pas tot bij Nael Messatou. Dat beslist hij inderdaad te doen. Tadic opnieuw met de bewegingen waar Messatou om die bij Ajax te kunnen volmaken. Kana. Maar dit is beter van Anderlecht natuurlijk. Dit doet te bereiken. En dan is er balvoordeel voor Ajax en is Tadic aan de haal. Tadic niet snel genoeg om te aan. Mazraoui simpel vrijstaand gevonden door Kudus in de voeten van Tadic. Knallen! Voor Anderlecht aan verbonden aan dat vele wisselen bij Ajax. Misschien kunnen ze daarvan profiteren. Dat automatisme wat minder worden, dat de klasse toch ook gewoon weg een beetje naar beneden gaat. Als je alleen met die jonkies speelt, toch net dat tikje moeilijker, ook voor Ajax. Maar goed, er staat nog altijd wel een Tadic op het veld, er staat nog altijd wel een Aller. En zelfs met een Mazraoui hebben ze vandaag al flink de handen vol. De bast voor Messatou. Verscharen houdt hem nog in de ploeg. Ekkelenkamp kon niet voorkomen dat die bal nog breed ging naar Messatou. Messatou met de voorzet. De bedoeling was Kiesetelli, maar die staat daar natuurlijk een beetje. Sefailov moet de ruimte zien op die rechterflank. Goed gelaten door Ait El Hadj. De voorzet, daar is Kiesetelli. Pasveer ziet hem gewoon. Ruimte op links, net niet. Voor Yuri Baas, maar dan tellen. Vanwege de wissels. En dan gok ik op een minuut of 4-5. Er is geen vierde op de bast. Misschien nog eens een oversteek voor Anderlecht. Een doelpunt.